Men heeft er in totaal een 60-tal graven gevonden. Toen dacht men, ach, het is nu wel op. En in 1914 hield een Amerikaan, een zekere Davis, die hield er toen mee op. Die had een concessie, want in Egypte graaf je naar de dood, zoals je ergens anders een mijn aanlegt naar gouderts. Die hield er dus mee op, die had zijn concessie verliep en die gaf hem aan een zekere Engelsman en die heette Howard Carter. En Engelsman Howard Carter, die ging nog eens een keer de vele tonnen, u moet zich dat voorstellen, die vele tonnen grind en rolstenen en zand die zich daar in die vallei hadden opgehoopt, verplaatsen. En hij verplaatste het van de ene kant van de vallei naar de andere kant, maar hij vond geen nieuw graf. En toch wist hij dat ergens in die vallei der koningen er nog één begraven moest liggen, want men had voorwerpen gevonden, ook begrafenisvoorwerpen, winselen in potten, waar de naam op stond van een koning die Toet-Ankh-Amon heette. De spiegel van Amon. En die Carter die had tenslotte nog één winter over. De winter, als ik het me goed heb opgeschreven in mijn hieroglyphenzaal, de winter van 1922 op 1923. Toen kon hij nog voor het laatst graven. Hij was in 1917 echt serieus begonnen. En van 22 tot 23 ging hij voor het laatst nog eens aan de gang. En hij begon dat weer allemaal een keer te verplaatsen. En hij begon hutten af te breken die in de oude Egyptische tijd, dus duizenden jaren voor Christus, waren aangelegd voor arbeiders die daar een ander graf hadden gemaakt. Die begon hij allemaal af te breken. En toen kwam hij op zekere dag, op 4 november 1922, op het werk. En toen dacht hij, wat is hier stil? Waarom werken ze niet? En toen zag hij waarom ze niet werkten, want toen stonden de arbeiders zeer gespannen bij een gat. Een gat dat blootgekomen was, het gat, de ingang van zo'n graf. Die in de oude Egyptische tijd, dus duizenden jaren voor Christus, waren aangelegd voor arbeiders die daar een ander graf hadden gemaakt. Die begon hij allemaal af te breken. En toen kwam hij op zekere dag, op 4 november 1922, op het werk. En toen dacht hij, wat is hier stil? Waarom werken ze niet? En toen zag hij waarom ze niet werken. Aan een zekere Engelsman en die heette Howard Carter. En Engelsman Howard Carter, die ging nog eens een keer de vele tonnen, u moet zich dat voorstellen, die vele tonnen grind en rolstenen en zand die zich daar in die vallei hadden opgehoopt, verplaatsen. En hij verplaatste het van de ene kant van de vallei naar de andere kant, maar hij vond geen nieuw graf. En toch wist hij dat er, als ik het me goed heb opgeschreven in mijn hieroglyphenzaal, de winter van 1922 op 1923, toen kon hij nog voor het laatst graven. Hij was in 1917 echt serieus begonnen en van 22 tot 23 ging hij voor het laatst nog eens aan de gang. En hij begon dat weer allemaal een keer te verplaatsen. En hij begon hutten af te breken. Men heeft er in totaal een 60-tal graven gevonden. En toen dacht men, ach, het is nu wel op. En in 1914 hield een Amerikaan, een zekere Davis, die hield er toen mee op. Die had een concessie, want in Egypte graaf je naar de dood, zoals je ergens anders een mijn aanlegt naar gouderts. Die hield er dus mee op, die had zijn concessie verliep en die gaf hem ergens in die vallei der koningen er nog één begraven moest liggen, want men had voorwerpen gevonden, ook begrafenisvoorwerpen, winselen in potten, waar de naam op stond van een koning die Toet-Ankh-Amon heette. De spiegel van Amon. En die Carter, die had tenslotte nog één winter over. De winter,